Hey Ron, Hoi. we zien elkaar weer. Ja. Vorige week zaten wij op locatie Museum Park met elkaar. Ja. En nu ben ik thuis. Dit is mijn behang. En Ja. jij bent op Rochussestraat, geloof ik. Je bent op de Rochusstraat, ja, klopt. Ja. Hoe is het daar? Het is hier heel stil. Er zitten plukjes mensen te werken, plukjes studenten te studeren. Het is heel stil. Het is vergelijkbaar met die hele stille weken die we altijd hebben. Laatste week juli, begin week augustus. Er is nauwelijks iemand in onze gebouwen. Nee. Nou, gelukkig is iedereen wel heel druk bezig online. Ja. Dat is fijn. En ja, we bellen vandaag even, we videobellen vandaag even, omdat we wat dingetjes moeten doornemen. Ik lees dat wij tot 1 juni de HRO zijn, de Hogeschool Rotterdam Online. Ja. Hoe is dat zo gekomen? Ja, dat is omdat dat HRO is over zo'n kleine knipoog. Hè. Vroeger heetten wij zo. Hè. En ik kan me altijd kapot ergeren dat in allerlei officiële documenten wij nog steeds de HRO genoemd worden. Daar krijg ik al zo'n golf van ergernis over me heen. Toen dacht van, weet je wat, laten we van dat nadeel ons voordeel maken. We heten weer de HRO, Hogeschool Rotterdam Online. Dus al het oude drukwerk kan nu eindelijk de deur uit. Dat kan allemaal de deur of weer gebruikt worden wat nog in de kast ligt. Hè. Nou ja, kijk, wat we geprobeerd hebben te doen met die datum van 1 juni is rust creëren. Wij merkten dat heel veel studenten en docenten in een soort onzekerheid hingen van gaan we nou vanaf 6 april weer fysiek lesgeven? Krijgen we mengvormen? En wij dachten het is verstandig om nu gewoon duidelijkheid te verschaffen van tot 1 juni doen wij wat we nu doen. En ten tweede merkte ik aan mezelf, maar misschien daarmee ook aan anderen, dat ik een beetje last had om steeds maar weer te moeten reageren op nieuwe feiten. En steeds maar weer te moeten vertragen en steeds maar weer te moeten afremmen. En toen dachten we van, is het nou niet verstandig om tegen mensen te zeggen van, dit is het nieuwe normaal. Zo doen wij dit nu. En als dan op een gegeven moment de overheid zegt van, wij mogen weer fysiek bij elkaar komen. Nou, dan schalen we toch op. Dus in plaats van steeds beslissingen nemen die het effect hadden van het afschalen, zie ik er heel erg naar uit om straks weer beslissingen te gaan nemen om weer te kunnen opschalen. Dat heeft iets heel positiefs, iets heel constructiefs. Dus daarmee hebben we gezegd van laten we een wat langere tijd nemen dat wij zijn wie we zijn, Hogeschool Rotterdam Online. Als de overheid tegen ons zegt, bijvoorbeeld rondom de datum van 1 juni, we kunnen weer meer fysiek met elkaar doen, omdat dat verantwoord is. Dan schalen we weer lekker op. Maar tot die tijd doen we wat we nu doen. Ook als de overheid al eerder dan 1 juni zegt, het Dat mag zou weer. kunnen, ja. Dat zou kunnen. Ik sluit. Ik verwacht dat eigenlijk niet. Ik verwacht niet dat men volgende week zegt van het wordt toch 7 april. Ik zie dat niet gebeuren. Iedereen. Je hoeft geen statisticus te zijn om te zien wat er gaande is. Hè? Met die oplopende reeksen van mensen die ziek worden, noem maar op. Dus theoretisch sluit ik dat niet uit. Maar ik geef aan iedereen het signaal af van tot 1 juni doen wij dit. En mogelijk schakelen we na 1 juni op. En ook dat is nog voorwaardelijk. Ja. Nou ja, dat betekent nu dus dat we alles online doen de komende tijd. Ja. Tentamens, colleges. Hoe gaat het? Wat hoor je vanuit de verschillende locaties, vanuit verschillende opleidingen? Ik hoor dat men heel tevreden is over het omzetten van het onderwijs van fysiek naar online. Ook dat gaat hier en daar met wat vraagtekens, maar overwegend ben ik daar zeer tevreden over. Het lastige gedeelte zetten we nu in om dat zelf te doen met toetsen. Nou, dan zou je eigenlijk kunnen zeggen van, zijn er een drietal categorieën? We zijn de lijst aan het maken van toetsen waarvan we nu weten dat die niet afgenomen gaan worden in de periode van de Hogeschool Rotterdam online. Omdat dat gewoon niet kan. Wat voor toetsen hebben we het dan over? Dat zijn bijvoorbeeld toetsen waar een fysieke component bij moet. Een opdracht bij Willem de Koning, autonome beeldende kunst. Een vaardigheidsoefening bij fysiotherapie. Een laboratoriumachtige opstelling bij chemie. Dus allemaal die toetsvormen waar een fysieke component en soms ook fysiek contact bij komt te kijken. Ik noem het voorbeeld van fysiotherapie.
Ja. Die lijst gaan we maken en gaan we tegen studenten zeggen, gaat even niet door. Dan zijn er een aantal toetsen die vrij gemakkelijk digitaal af te nemen zijn. Als jij mijn docent bent en je wil van mij een werkstuk en normaal gesproken praten wij daarover met z'n tweeën, kan ik jou nu dat werkstuk sturen en doen we dat op de manier zoals wij twee dat nu doen. Dus die gaan allemaal op een, daar maken we ook mooie lijsten van, gaan studenten allemaal te horen krijgen. Of weten ze al. De categorie waar we nu heel hard aan werken, dat is de categorie dat we 30 studenten in een zaaltje zetten met een surveillant, papiertje uitreiken, telefoons in de tas doen en daarmee een veilige setting creëren. Veilig ook in de zin dat we de risico op fraude reduceren. Het onderhouden dat niet bespreken kan worden. Exact. En het ombouwen daarvan naar online, dat is complexer dan het ombouwen van het onderwijs naar online. Omdat daar allerlei vraagstukken om de hoek komen van privacy. En er komen vraagstukken om de hoek kijken van fraude, CQ. Hoe ga ik tegen dat mensen ook wel op een eerlijke manier dat doen? Maandag gaan we het hulp aanbieden in de richting van onze opleiding. Dat is maandag gereed. En krijg ook opleidingen de instructie hoe je dat zou moeten, hoe je dat zou kunnen doen. En de loop van die week gaat er ook met alle studenten contact opgenomen worden vanuit de opleidingen. Waar die toets die zij geacht worden te doen, in welke categorie die valt. Wat per se niet doorgaat, de eerste categorie, de fysieke component. Wat per se wel doorgaat, ik lever iets in en ik heb contact met de docent zoals wij dat nu hebben. En welk alternatief we aanbieden voor de klassikaal afgenomen, vaak kennisgerelateerde toetsen. Ja, en de laatste keer dat we elkaar spraken hadden we het over examencommissies die zich moesten buigen over die nieuwe manier van toetsen, digitaal toetsen op afstand. Heb je al enig idee, zijn ze er al uit? Hebben we al manieren gevonden waarop dat werkt? Of is dat echt iets wat pas volgende week of de week daarna duidelijk wordt? Om te beginnen zijn die bijna permanente vergaderingen, zou je kunnen zeggen. Hè? Dus die examencommissies, die hebben ook teams ontdekt, zou ik maar zeggen. En die doen dat ook op een permanente basis. Een aantal van die toetsen, met name in die eerste categorie, daar hebben ze al tegen gezegd, dat is prima om dat op die manier te doen. En zij buigen zich nu over die tussencategorie. Dus die kennisgerelateerde, wat collectieve toetsen in dat lokaal met de surveillant. En ik denk dat die volgende week allemaal vinkjes gaan zetten van dat kan wel, dat kan niet. Maar die draaien op volle toeren. Die zitten er ook heel welwillend in. Niet welwillend in de zin van dat ze gaan rommelen met de normen. Maar wel dat ze bereid zijn om anders naar toets te kijken dan dat alleen maar kan op de traditionele manier. Maar ook hier hebben wij dus een leercurve die ongekend is. Ja. Volgende week is wat dat betreft een belangrijke week, zowel voor ons, voor onze docenten als examencommissie, als voor studenten. Ja, want ik lees nu op social media nog wel hier en daar dat studenten nog niet zoveel weten of nog niets hebben gehoord. Volgende week komt er veel meer informatie beschikbaar. En als ze dan nog niks hebben gehoord, ja. Naar de SLC'ers? Nou, ik heb een paar keer gezegd tegen studenten, ook via het gesprek wat ik met jou heb. Hè, neem contact op met je opleiding, SLC of wat dan ook. Of wie dan ook, moet ik zeggen. Ik zou daar nou het volgende aan toe willen voegen. We hebben een informatiepunt ingericht. Bij onze updates staat daar een e-mailadres waar je kunt melden als je een vraag hebt. We hebben daar nu mensen klaarzitten die dan het volgende gaan doen. Meld je daar. Dan wordt er contact met je opgenomen. Dan vragen we van A, wie ben jij? B, welke studie doe je? En over wat voor een vak maak jij je zorgen? Heb je vragen? En dan gaan wij gericht die vraag doorgeleiden aan de directeur van het instituut waar die opleiding onder valt. En dan gaat die directeur ervoor zorgen dat er contact opgenomen wordt, hetzij individueel met die student, of dat vanuit die opleiding ook nog eens goed gecommuniceerd wordt. Want als ik een beetje vaderlijk streng mag zijn in de richting van onze studenten, ik hoor ook heel vaak die geluiden van dat wij geen contact opnemen. En soms laten opleidingen mij dan zien dat ze wel degelijk gecommuniceerd hebben. Dus wat ik ook eerder wel eens gezegd heb van, kijk ook naar je spambox.
omdat wij misschien ongewild in die spambox terechtgekomen zijn. Ja. Dus ik wil de verantwoordelijkheid daarmee niet bij studenten leggen. Wij horen heel hard te werken en dat doen wij ook om dat op orde te brengen. Maar het gaat ook om de eigen verantwoordelijkheid. Als wij communiceren, let op de updates, kijk op onze site en kijk ook of je niet toch nog berichten al van je opleiding gehad hebt. Want onze mensen staan roodgloeiend van het werk en doen er alles aan om de communicatie voor elkaar te krijgen. Oké, nou dat is goed om te weten. En na al dat harde gewerkt, moet er natuurlijk ook misschien wel vakantie gevierd worden. De meivakantie is over een paar weken. Wat gaat dat eigenlijk door? We hebben eerder gezegd van dat we niet uitsluiten dat we gedwongen worden om iets van die vakanties af te knabbelen, om zo maar te zeggen. En ik wil ook graag de ruimte houden om dat te gaan doen in de zomervakantie. Omdat ik niet uitsluit dat we een stukje van het nieuwe jaar nodig hebben om in te halen wat we voor de zomer niet meer voor elkaar krijgen. En dan gaan we wellicht besluiten om dan een stuk van het nieuwe jaar met gewoon te gebruiken en de lessen nog niet op te starten om als het ware te gaan inhalen. En dan is het misschien nodig om net iets eerder te beginnen dan we gebruikelijk zijn om te beginnen. Ja. Wat betreft de meivakantie hebben we zoiets van, we vragen nu het maximale van onze mensen. En als ik eerlijk ben, hoor ik ook wel geluiden dat het hier en daar een beetje piept en een beetje kraakt. De privéomstandigheid van mensen is complexer geworden. De adrenaline die we vorige week hadden toen wij met elkaar praten, die is toch ook een beetje genormaliseerd. Een beetje het nieuwe is eraf, het spannende. Het is ook ingewikkelder geworden omdat we nou met die slag bezig zijn van die toetsen online maken. Dus ik heb het idee dat we heel veel vragen op dit moment van onze mensen. Ja. En sterker nog, ik blijf het vragen. Ook de volgende week en ook de week daarna. Maar dan moeten we ook zeggen tegen onze mensen, we gaan gewoon een meivakantie vieren. Dus het is een dubbele boodschap. Nu even de rug recht houden met z'n allen. En zorgen dat het voor elkaar krijgen, omdat die studenten dat van ons verdienen. Als ik het even dramatisch mag zeggen, dat vraagt de samenleving van ons. Dat is onze maatschappelijke opdracht. Doet een beetje pijn, ik snap dat. Ik begrijp ook dat het thuis moeilijk is, maar even die rug recht houden. Maar ik vind wel dat we met z'n allen gewoon, daar houden wij van in het onderwijs van vakantie vieren, dat we gewoon in mei gewoon die vakanties gaan pakken. Iets anders dan wij gebruikelijk zijn om te doen. Dat zal dan vakantie dans le jardin zijn waarschijnlijk. Gewoon lekker thuis in de tuin zitten. Maar ook dat is leuk. Maar we gaan wel die vakanties gewoon, die meivakantie gaan we niet aanknabbelen. Oké, wel meivakantie, maar voor de zomer is er dus een kans dat we wat eerder moeten beginnen om de dingen die we nu niet kunnen doen, juist dan te doen. Ja. En of we van die optie gebruik gaan maken, ik weet het niet. Maar ik zou het, maar in de scenario's die we nu op tafel hebben liggen, zijn er een aantal scenario's dat we misschien in de zomer net wat langer doorwerken en dat we misschien net wat eerder beginnen. En die ruimte wil ik gewoon even houden. En ik zou het niet goed vinden om nu te zeggen van, ook in de zomer is alles normaal. Het zou best kunnen zijn dat het in de zomer gewoon even niet normaal is. Ja, nou ja, het is een rare periode, dus we zien het wel. Ja. 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 Hebben we nog ander nieuws te bespreken? Nou ja, kijk, voor dit moment zijn dat denk ik de belangrijkste dingen die we aan het doen zijn. Het is denk ik heel goed om vast te stellen dat we een stukje van ons werk eigenlijk gedaan hebben, namelijk dat internationaal. Dus we hebben iedereen teruggehaald die we konden terughalen. Een aantal mensen blijven in het buitenland. Ja. Als ik het mag zeggen, ik vind het ook wel hartverwarmend, de reacties die we krijgen van studenten die veilig thuisgekomen zijn en hun ouders. Die heel erg waarderen hoe we ons opgesteld hebben. Dus dat is dat vind ik ook nieuws. Het is ook goed om dat met elkaar te delen. We starten morgen onze online open dag. We gaan dus niet zoals andere hogescholen één open dag doen. Maar we gaan hem gewoon permanent doen vanaf nu. Dus we starten daar morgen mee. Op onze platform, sociale media en website.
Verwijzen we mensen naar onze website? Roepen we mensen ook over om zich in te schrijven? Dus heel belangrijk, schrijf je in. Maar daar komen we nog allemaal wel op terug. Dat is denk ik ook nieuws. Dus niet één online open dag, maar we maken er gewoon een permanente open dag van. Ja. Dat is denk ik heel erg goed om te horen. Dat zijn denk ik de boodschappen die we deze week met elkaar kunnen delen. Nou, fijn. Dankjewel voor deze update. En wie weet zien we elkaar volgende week wel weer. Ja, oké. Okay. Nou, leuk je weer gesproken te hebben en hou het gezond daar. In Utrecht, waar zit je nu? In Utrecht, ja. Okay. Met een open raam en spelende kinderen op de achtergrond. Ik hoor het. En dat geeft een heel fris decor aan dit gesprek. Dankjewel. Tot de volgende keer. Bye. Doei. Bye.